In de berekening van het CPB, die vandaag naar buiten zijn gekomen, staat dat de PVV goed scoort op de korte termijn. Het belangrijkste punt uit het programma, daarentegen, de Europese Unie, waar jullie graag de campagne op voeren, is niet doorberekend. Waarom niet? Dat weet ik niet. Dat moet u aan het Centraal Planbureau vragen. We hebben het wel opgegeven, zover als ik weet. Het Centraal Planbureau zei er juist vanochtend bij de persconferentie nadrukkelijk mij van de PVV hebben geen gegevens of hebben niet gevraagd om dit door te rekenen. Nou ja, goed, zij kennen ons standpunt en dat is uit de EU. Dus dan kun je het ook doorberekenen. Dat staat ook in het verkiezingsprogramma. Dat is naar het Centraal Planbureau gegaan. Dus dan kun je ook doorrekenen wat het kost of wat je verdient. Heeft dat stappen uit de EU invloed op dit soort macro-economische cijfers, denkt u? Terug naar de gulden en de verdragen stappen. Ik denk het niet, want als je... Ik weet zeker van niet, want als je kijkt bijvoorbeeld naar de euro... Ja. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de export... Ja. Die is al 29% export van het totaal inkomen van Nederland. 29%, maar dat is al 20 jaar lang. Ja, dus voor de tijd dat de euro dus zijn intrede heeft gedaan. Dus dat je zou ook kunnen zeggen als het CPB, en we hadden daar een beetje op aangedrongen, dat wel voor ons had berekend en er was uitgekomen, zoals u zegt, dat het geen verschil zou maken macro-economisch, had u als PVV een sterk campagnepunt gehad. Ja, dat heeft u niet. Maar ze hebben ook niet kunnen zeggen, ja, jullie verkiezingsprogramma, daar trekken we zoveel punten voor af, want je wil uit de EU en dat kost je zoveel. Dat hebben ze ook niet gedaan. Nee, dus u legt de bal ook een beetje bij... Wat dacht u? Dank u wel.